challenge-wedstrijden. En hopelijk komen er daar nog een paar van bij. En Julie Sap die is aan het genieten. Wat een week voor Julie Sap. Ze ging aan de leiding na het fietsen in Beernem. En dan volgde dan BK tijdrijden. En nu voor de derde keer op een week wordt het dan wel podium. Hier een tweede plaats voor Katrien Verstuift. Met applaus voor de toeschouwers. Applaus voor Alexandra Tonduin. En ik denk ook wel een applausje voor zichzelf. Want haar eerste van het seizoen zit erop. Katrien, hoe was het gevoel? Want voor jou was het de eerste keer dit seizoen, hè? Ja, ik denk dat mijn wattages op de fiets niet zo slecht waren. Ik denk dat gewoon Alexandra en zeker Julie heel snel gefietst hebben. Die waren echt wel goed. En toen had ik zoiets van, dat zwemmen was precies een beetje kort om een gat te maken eigenlijk. Want zeker Alexandra was eigenlijk heel snel bij mij. En ja, het was niet echt 100% mijn ding parcours, maar ja, het was een goede wedstrijd om erin te komen. Het is ondertussen ook weer al 9 maanden terug. Het lopen trok op niks, maar dat was een beetje overleven. Ik heb nu wel 2 dagen terug mijn eerste vaccin gehad, dus dat zou kunnen dat er ook nog een beetje tussen zit. Maar het was een goede binnenkomer, denk ik wel. Ik was wel verrast dat ik zilver had, want ik dacht eigenlijk dat Charil de Kok voor de tweede plaats was aan het lopen. Maar blijkt dat hij in de ronde achter lag, dus dat was wel goed nieuws aan de aankomst. Dat was een beetje een goede haas voor jou dan omgekeerd. Wat worden de plannen de komende weken, Katrien? Dus omwille van het feit dat ik nu dat Pfizer-vaccin 2 dagen terug had, was een beetje een vraagteken of dat deze wedstrijd wel ging lukken. Dus ik heb eigenlijk vrijdag een 10 kilometer wedstrijd gepland. En dan ga ik eigenlijk 4 juli 70.3 Sable d'Olon doen. Dus dat zal even terug internationaal erin komen zijn, want dat is toch ook wel van oktober 2019 geleden. En dan in augustus ga ik ofwel Challenge Turku doen ofwel Samorin. Dus dat valt een beetje af te wachten, maar zeker al Tallinn en Menen. Dus, dat is een heel mooi en een heel druk programma. We gaan je daar heel veel succes toe wensen. En proficiat met een hele mooie tweede plaats. Dat was Katrien Verstuift op plaats nummer 2 in de Cave Triathlon.